primair is het hier een netwerkevent. Vanuit EMEA, vanuit het land, vanuit EMEA en vanuit Global ontmoet je iedereen van alle belangrijke vendoren. Dus dat is gewoon een hele belangrijke. Dus ik denk 90% netwerken, 10% trends waar we het over hebben. Canalis is natuurlijk elk jaar gewoon een kijkje in de keuken van wat gaat er gebeuren het aankomend jaar. En ik denk wel de key takeaways, wat Steve natuurlijk ook zei, is toch wel AI. Generative AI. En dan met name, hoe kan de channel op die wagen springen? Belangrijkste take-home message is dat cybersecurity, of course, super hot is. En dat het kanaal elkaar nodig heeft. Dus distributeurs zijn weer hot. Cybersecurity is prioriteit nummer 1. En na een periode van 10 jaar in het kanaal, waarbij de vooral door private equity geld het kanaal toch een beetje onder druk komt te staan, is één ding duidelijk: we gaan het met elkaar doen. Cybersecurity is natuurlijk hot. Je zag natuurlijk ook dat het aantal threats en het aantal ransomware aanvallen eigenlijk per dag bijna verdubbelt. Dus dat is ook een hele goede taak voor de reseller om daar hun klanten mee te helpen. En het tweede is inderdaad wat jij zegt, sustainability, oftewel de ESG, met name de S uit de ESG, dus het hele social. Wij zijn uitgeroepen tot Partner of the Year op het gebied van sustainability hier bij Canalis. En daar zijn we natuurlijk heel, heel erg trots op. En ja, weet je, sustainability is nou eenmaal belangrijk. Zowel in ons dagelijks leven, maar ook met name in de IT-wereld waarin wij zitten. Nou, MSP's zullen echt wel aan de bak moeten. Dus je ziet dat de NIB2-wetgeving die medio volgend jaar van kracht wordt als de overheid zijn werk doet, heel duidelijk de MSP en de MSSP bij naam en toenaam noemt als essentieel onderdeel in de vertical ICT-dienstverleners. Dat betekent dat ze echt 24/7 hun klanten moeten gaan beschermen. EMEA is toch een hele innovatieve markt. We hebben natuurlijk een enorme dichtheid qua internetverbindingen. De digitalisatie gaat hier hard. En dat is toch wel heel duidelijk als je kijkt naar de US vergeleken. Ja, is toch gewoon veel, veel minder in de US, maar dat is de laatste 3-4 jaar al het geval. Mensen zijn wat voorzichtiger. Aan de andere kant, door de krapte op de arbeidsmarkt zie je toch de digitalisering versnellen. En daarmee ook eigenlijk weer de opkomst van AI of in ieder geval geautomatiseerde processen toenemen. Dus ik denk dat daar hele mooie kansen liggen. Alleen je moet wel op tijd schakelen, want anders dan krijg je disruptie en dan ben je uit de markt.